De nieuwe pu is binnen. En poe, het is hier vet. Dus laten we snel beginnen met bladeren met Ed. Jongens, goed dat jullie er zijn, want de nieuwe Power Unlimited die is er ook weer. En op de cover, Uncharted. Je zit zo'n nummertje altijd heel goed te controleren. Zelfs kijk nog wat andere mensen af en toe mee. En zo'n coverview, naar die zie je misschien wel 4 of 5 keer langskomen. En dan denk je, nou, er zit geen fout meer in. Kan naar een drukker. En wat gebeurt er? Ik kijk hem nog even na, een week later. Dus toen echt de pu af was. En is er echt iets misgegaan. Er staat geen Gold Award bij. Het staat wel in de inhoud hoor, en staat ook wel verderop in een blad. Maar hier moet altijd een stempeltje als een game hoger dan een 9 heeft gekregen. Een Gold Award staat er niet bij. Zo stom, hè? Ja, dat is me ook wel eerder gebeurd hoor, een hele tijd geleden. Niet eens bij de Power Limited. Ik had nog een leven hiervoor. Ja. Een autoblad werkte ik toen bij. En toen was het zelfs op de cover fout gegaan. Een cover, daar keek je echt de hele dag, zat je samen met je vormgever te maken. 100 keer cover bekeken. Oké, helemaal goed. Gaat naar de drukker. En ik haal het blad bij de drukker op. Zit in de auto. Rij 120 op de snelweg. Staat, er ligt naast me. Ik kijk. Zie een fout op de cover staan. Dat is toch onmogelijk. Hoe kan dat? Dus ik was even niet blij toen ik dat zag. Maar die Gold Award hoort er dus bij. Is ook dik, dik en dik verdiend voor Uncharted 4. Een ander dingetje is Mafia 3. Daar was Wouter voor naar San Francisco. En die game komt pas, of in oktober of zo hoor, dan staat dat erbij. Als het goed is, staat erbij, 7 oktober. Maar er is nu al heel veel van te zien. Hij heeft echt een goed beeld kunnen krijgen van de game. Je kan ook het filmpje kijken op de site. Heel leuk filmpje geworden, absoluut. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Samen met Jurjen Bakker was Wouter daar dus. Ja, vooral de sfeer, hè, als je die plaatjes ook ziet, jaren 60. Nou ja, ik heb het zelf allemaal meegemaakt. Maar nee, dat is het. Echt, als je daarvan houdt, van die oude auto's, dan kan je in ronddraaien, veel schieten, veel geweld, ja. Maar goed, het ziet er allemaal al heel erg strak uit. Dus Mafia 3, dat is zeker een game waar we naar uitkijken. Een van de rubriekjes die je eigenlijk elke maand weer tegenkomt, is de top 10. En deze is eigenlijk wel heel erg grappig, bedacht door Samuel. En die heeft 10 politici in games gevonden die een betere president zouden zijn dan Donald Trump. Nou, dat lijkt me niet zo heel moeilijk om dat te vinden. Maar op zich, hele leuke verhaaltjes, hele leuke voorbeelden. En dit is een top 10 dat je denkt van, nee, origineel, origineel. En dan komen we bij die rubriek die we nu volgens mij voor de derde keer doen. Vergeten verhalen. En dat zou wel eens een blijvertje kunnen zijn. Want deze is weer uiterst interessant. Het gaat over de ontstaansgeschiedenis van Halo. Wat niet veel mensen weten is dat het oorspronkelijk een game was bedoeld voor de Mac. En eigenlijk ook helemaal geen shooter volgens mij. Een strategy game moest het worden geloof ik voor de Mac. Nou ja, dat is heel grappig hoe dat dan uiteindelijk de Halo wordt op de Xbox. En ik zou denken, al mochten jullie suggesties hebben van jongens, hoe is het met die game? Waarom is die game dat we ooit van gehoord hebben nooit uitgekomen? Zoek dat eens uit, Power Unlimited. Mag je best eens vragen, die jongens hebben toch niks te doen. Die gaan het voor jullie dan uitzoeken als je echt een goed idee hebt van dat wil ik toch wel eens weten hoe dat daar zat. Ja, onze Ali, die je natuurlijk kent van de site, die viel al met de neus in de boter een maandje of 2 geleden. Toen was ze meer dan een week in Seoul, geloof ik, in Zuid-Korea. En nu mocht ze voor ons naar North Carolina voor Lawbreakers. Maar dat lees je in een uitgebreid verslag. Hebben dan alle nieuwe rubrieken gehad? Nee, ik heb hier nog één. Want dat zal jullie ook niet ontgaan zijn. E-sports, dat speelt een steeds grotere rol in gaming. En dat begint echt de laatste
maanden, de laatste jaren, echt enorme proporties aan te nemen. En daarom gaan wij daar ook wat meer aandacht aan besteden. E-sports update heet het. En daarin worden de belangrijkste artikelen genoemd die wij afgelopen maand vooral op de site over e-sports hebben geschreven. Dus dan kan je eens eventjes kijken van hé, dat is interessant, had ik nog niet gelezen. Ga ik nog even naartoe, even naar de site toe. Jongens. Ik weet ook niet of dit er allemaal wel in komt hoor, ik heb zoveel te vertellen. Maar goed, even kijken, de geschiedenis van de E3, ja dat mag gewoon ook niet missen natuurlijk. Die komt er binnenkort weer aan de E3. En echt weer zo'n special die je gelezen moet hebben. En dan kom ik bij het review gedeelte, daar ga ik niet zo heel veel over vertellen, want ik heb al zoveel gezegd en ik moet nog een heleboel zeggen. Dus ik hou het even bij het allereerste verhaal, de Banner Saga 2. Dat is de opening. En die krijgt een Gold Award van Wouter. En iedereen die Wouter een beetje kent, weet dat hij daar heel zuinig mee is. Dus dan hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. De Banner Saga 2. Een hele goede, een ijzingwekkend goede game. Ja, het is weer een volle bak. Een volle bak. En ja, toch wel even een rubriekje dat ik nog even aanstip. Dus kwist je dat? En dat doe ik niet alleen omdat ik de vragen bedenk en de antwoorden. Maar omdat we deze keer dan een hele bijzondere prijs hebben. Want je maakt kans op 2 weekendkaarten voor Camp Zone. Dat is in augustus. Dat is een evenement waar je kan kamperen en kan gamen. En allemaal ontzettend leuke dingen kan doen. Schijnt ergens in Limburg te zijn. Venlo geloof ik ongeveer. Kan je 2 kaarten voor winnen. Dat is een waarde van €170. Dus ik zou zeker even meedoen aan de quiz. En ik vind eigenlijk dat je die quizje, dat moet je gewoon altijd even lezen. Want ik doe daar echt mijn best op hoor. En dan kun je zien op Smorgasbord wat we allemaal Koninginnedag gedaan hebben. Een hele leuke strip weer over Uncharted. En zijn we er dan? Nee, dat heb je natuurlijk al een beetje meegekregen. We hebben weer een flip cover. En die is gedaan. Dat zal jullie verbazen, want het is een primeur. Een debuut. Van onze Sven. Sven van Puur.nl is goed, is een goede schrijver. En weet heel veel over Dishonored. In ieder geval het eerste deel heeft hij helemaal van onder tot boven, van achter naar voren, van links naar rechts helemaal uitgespeeld. En toen dachten we, nou, dan sturen we een specialist erop af. En die komt er terug met een heel, heel goed verhaal. Sven, goed verhaal jongen. Ga zo door. En dan ben ik nog een heleboel vergeten te noemen hoor. Dat zijn jullie natuurlijk van mij gewend. Dat ik dat toch eventjes. Paper Mario Color Splash. Grote game die eraan komt. Die andere Gold Award. Die ik was niet genoemd heb. Vanwege tijdgebrek is Fire Emblem. Fates. Ik geloof zelfs een 94 als ik dat dan mag zeggen. Eens even kijken. Monster Hunter Generation staat erin. Adrift. Dat zeg je niet zoveel. Mis je ook niet zoveel aan. Boordevol. En daar zijn we er nog niet. Want... we hebben weer een poster. Deze keer 1 item. Het is Warcraft, de film. Maar het is wel tof. Hij is wel tof. Ja. Dus je kan kiezen welke kant je neemt. Het is wel hetzelfde onderwerp, maar heel weer anders vormgegeven. Dus ook die poster zit er weer bij. En dan met dit laatste deel van Uncharted 4 op de cover zou ik toch wel zeggen van Power Limited. Elke maand weer eindeloos.